Zo, een microfoon. Ja, op het laatste moment leek de microfoon even niet te werken, dus vandaar dat het even duurde. Dus ook thuis, als je dacht van, hey, waarom is er geen geluid? Even een klein issue met de microfoon. Maar het is opgelost. Van harte welkom deze morgen, ook als je thuis zit mee te kijken. Van harte welkom en een bijzonder welkom aan Dick Pieterman, die vanochtend ook zal spreken, het woord zal brengen. Nou, we gaan de Heer groot maken met liederen. We hebben vandaag helaas geen zangleiding. Dus we doen het met wat we op film hebben staan. Gelukkig hebben we daar de nodige liederen ook voor op de harde schijf staan van de computer. Zing mee en we hebben een goede dienst met elkaar en we gaan de Heer groot maken. Prachtige God, ik aanbid. Prachtige God.
Ja, trouwe Vader, ik heb u lief. Wij hebben u lief. Heer, we vragen ook om uw aanwezigheid in deze zaal. Dank u wel dat u hier ook bent. Heer, want waar twee of drie bijeen zijn in uw naam, daar bent u in het midden, Heer. En we danken u en prijzen u daarvoor, Heer. En we bidden zo uw zegen over deze dienst. Over onze aanbidding om u groot te maken. Over het woord van Dick Pieterman. En over ons samen zijn. Heer, we bidden uw zegen. In Jezus' naam. Amen. Deze morgen hebben we geen kinderdienst. Dus kinderen blijven gewoon in de zaal. En het zal jullie opgevallen zijn. Hè? Geen muziek, maar goed. We gaan er vol tegenaan met de filmpjes die we hebben. We mogen ook denken aan de mannen die dit weekend op pad zijn in de Ardennen. En we bidden hen ook hun zegen toe daar in de Ardennen met elkaar. En dat ze goede tijd ook met elkaar mogen hebben. Verder dan hebben we de bloemen nog te verdelen. Die staan hier. En die zijn voor Geert en Lucie Pater. Fijn dat jullie er zijn. We waarderen jullie. En na de dienst neem de bloemen mee. Verder hebben wij gistermiddag hebben we met de Young Seniors, zoals dat dan mooi heet, een bijeenkomst gehad. En die bijeenkomst die is normaal gesproken één keer per jaar. En we hebben het, gelukkig konden we dat weer oppakken. En afgelopen of gistermiddag was dat. Maar dat stond ook in het teken van het afscheid van dat we gaan nemen van Jan en Jelly Douma. Zij gaan terug naar Friesland, wonen dichter bij de kinderen en een appartementje. En daar hadden we een afscheid van. Het was een hele bijzondere en een fijne middag die we met elkaar ook mochten beleven. En het mooie was, ik heb het even meegenomen. Dat is dit bord. En dit bord, dat hadden zij gekregen toen ze afscheid namen van de gemeente in Friesland. Hadden ze dat meegekregen. En ze vonden het heel passend om bij hun afscheid van hier het aan ons te geven. En op dat bord staat, geef ons heden ons dagelijks brood. Nou, we gaan gewoon even kijken waar we dit een leuk plekje kunnen geven in het gebouw. Ik moet in de keuken, maar goed, er wordt heel veel gehobbyd op het ogenblik en gedaan. Of gehobbyd, professioneel verbouwd. En dus we moeten even kijken waar we daarmee gaan doen. Maar we gaan het een mooi plaatsje geven voor een goede bestemming. Dus, kijk, hier weer even tegenaan zetten. Even kijken we nog verder. Nee, dat is het. We hebben nog wel een kinderlied. Zo diep als de zee. En dan zo hoog als de lucht. En zo wijd als, wat was het ook alweer? Het waterblauw? Oké. En nou zou het wel leuk zijn dat als kinderen dan, zeg maar, als het zo hoog, ja, wij komen hoog, maar kinderen komen niet zo hoog. Dus als kinderen dan op de stoel gaan staan, dan heel hoog. Mocht je als volwassene behoefte hebben om nog hoger te gaan, dan zou ik zeggen, ga als volwassene ook op een stoel staan, hou je niet in. Maar laat je gewoon lekker meenemen. Maar laten we er ook echt zo hoog mogelijk van maken. He, want zo hoog is Gods trouw voor jou en voor mij. He, en zo diep als de zee. He, als het mogelijk is, probeer de grond aan te raken. Dieper kun je niet. Maar we mogen belijden dat zijn trouw is dieper dan de zee. En wijd, ja, hoe moet je dat nog wijder maken dan dat je armen groot zijn? Nou ja, ja Ed, geef elkaar een hand en dan maak je het heel wijd. Maar goed, ik zou zeggen, maak er even een ding van om dat ook aan God te laten zien. Dus ja, je mag hem inzetten. Sleep.
U roept ons samen als kerk van de Heer, verbonden met u en elkaar. Wij brengen uw lof, geven u alle eer, eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. Jezus is gastheer en nodigt ons uit. Waar Jezus woont, voelt de liefde zich thuis. Jaag naar de liefde, de vrucht van de geest, die alles gelooft en verdraagt. Streef naar de gaven die God aan ons geeft, veelkleurig, verschillend en
Aanbidding is alleen voor u, Heer. Koning Jezus, Heer. Heer, u bent goed. U bent groot, Heer. U bent onze koning, Heer. We prijzen uw naam, Heer. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. And great. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance.
from my enemy, till all my fears are gone. And I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. And I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again to your family. Your love throws through my veins. I'm no longer a slave. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer. I'm no longer a slave to fear. I am a child. Lekker breed. Goedemorgen allemaal. Het wordt weer gezellig in de kerk, hè? Zo, tafeltjes en zo. Maar fijn om weer zoveel mensen te zien. Ik vond het maar niks om alleen maar voor een camera te spreken. Maar nu zijn jullie er weer. Samen huisgezin van God. En wat een genade als je dat kan zingen. Ik ben een kind van God. Soms zijn we niet altijd bewust wat dat betekent. Maar Johannes zegt dat zo mooi, ziet wat een liefde de Vader ons heeft gegeven, dat wij kinderen van God zijn genoemd en dat is wat je bent. Maar vaak geloven we zoveel leugens over jezelf, in je denken, in je emoties, ik voel het niet. Maar wat God zegt is de waarheid.
En vandaag wil ik daar een beetje op gaan focussen over het wandelen in de waarheid. En ik wil jullie meenemen naar twee schriftgedeeltes. In 3 Johannes 1 vers 4. 3 Johannes 1 vers 4, als je een Bijbel bij je hebt. En Johannes vertaalt hier het hart van de Heer Jezus. Ik denk dat we als kinderen van God moeten zoeken wat hem blij maakt. Wat maakt hem blij? Onze twijfels, onze angsten? Of maakt ons geloof hem blij? Dat we werkelijk kunnen omarmen en aanvaarden hoe hij over ons denkt en hoe hij ons noemt. En Johannes vertaalt hier dan het hart van de Heer Jezus. En hij zegt, grotere blijdschap ken ik niet dan dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. En dus de Heer Jezus is heel erg blij als hij hoort dat wij in de waarheid wandelen. Ik ga nog één tekst lezen en die ga ik dadelijk behandelen. Hebreeën 4 vers 12 tot 16. Het gaat over de kracht van Gods woord ook. Hebreeën 4 vers 12 tot en met 16. Want levend en krachtig is het woord van God. En scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken. En het is in staat de opvattingen en gedachten van je hart te ontleden. Niets wat geschapen is, blijft voor hem verborgen. Alles is onverhuld en volkomen zichtbaar voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap moeten afleggen. Daar we nu een grote hoge priester hebben die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten we aan die belijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die niet kan meevoelen met onze zwakheden, maar één die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, toch zonder te zondigen. Laten we daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade, waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. Amen. Dat is een heel mooi schriftgedeelte. Ik wil vragen of je een kort gebed met me mee wil bidden. Want niemand zal verstaan wat hem in genade is geschonken dan door de geest van God. Je kan dingen proberen te begrijpen met je verstand en dat zal altijd vastlopen. Het werkt door openbaring. En daarvoor zie je dat Jezus de schriften opende voor de discipelen. En het zijn gebeden die heel erg goed zijn om te leren bidden. Want hoe meer je daarvoor gaat bidden, zal je merken dat schriften kunnen opengaan. Dat betekent dat ineens het muntje valt en niet alleen in je hoofd blijft, maar het heel diep jouw leven gaat veranderen. Dus ik wil vragen, als je dat wil, een kort gebed met me mee te bidden. Zeg maar, Heer Jezus, dank u wel dat u het levende woord bent. U bent de waarheid. En ik bid u dat u mijn verstand opent om uw woord te begrijpen. Geef mij uw geest van openbaring en kennis om uw recht te leren kennen. Vul me met uw heilige geest. En toon mij door uw geest wat u mij wil geven en gegeven heeft in genade. Amen. Wandel in de waarheid. Vandaag zien we dat heel veel mensen enorm aan het strijden zijn tegen allerlei dingen. Strijden voor de waarheid, strijden voor hun gelijk. Maar weet je dat jij nooit in de vrijheid komt door te strijden? Dat klinkt gek, maar mensen strijden zo voor hun vrijheid. Ze willen geen regeltjes, ze willen dit niet, ze willen dat niet. En we strijden voor de vrijheid en je zal zien dat je eigenlijk gebonden raakt. Want vrijheid komt niet door ervoor te strijden. Vrijheid komt als jij leert te wandelen in waarheid en daarvoor gaat staan. Want Jezus zegt dat ook, als je in mijn woord blijft, zal je de waarheid verstaan en die waarheid maakt jou vrij. En ik zie veel te veel christenen, en ik ben er zelf net zo goed in gevallen, dat je ergens voor gaat strijden en ergens ga je het hoe langer hoe meer missen. Want je probeert het te pakken en het valt als zand tussen je handen weg. Maar het werkt niet door te strijden, het werkt door geloof en vertrouwen en leren wandelen in de waarheid van zijn woord en van wat hij heeft geopenbaard. Dat woord van God, als de Bijbel hier spreekt over waarheid, dan zie je dat Jezus dat gelijk linkt ook met het woord van God.
Jezus zegt bijvoorbeeld ook in Johannes 17, daar bidt hij voor ons. Vader, heiligen in uw waarheid, uw woord is de waarheid. He, dus als wij geheiligd willen worden, gereinigd willen worden, willen veranderen, dan werkt dat dus niet door het te proberen. Maar dan werkt het als we leren zijn waarheid, het woord van God in ons op te nemen. Vandaag de dag zien we te veel mensen die leven en christenen die leven bij impressies en meningen van anderen op internet, door preken, maar zelf geen fundament hebben in het woord van God. En ik zie hoe langer hoe meer christenen eigenlijk een beetje wegvallen en wabberen, heen en weer, hun geloof ergens een beetje verliezen, want het is niet gefundeerd in objectieve waarheid. En werkelijk de belofte van God en wat hij heeft gedaan. Ik bedoel, de Bijbel zelf, het woord van God zegt dat het in zichzelf levend en krachtig is. Jezus zegt, mijn woord is geest en leven. Dus elke keer als je dat woord tot je neemt en je gelooft wat het evangelie is en wat jij bent in Christus en wat hij wil doen, en je gaat erover nadenken, je pakt dat op in jouw geest, is het een werkzaam woord. Paulus zegt zelf ook, dat woord wat jullie hebben ontvangen, hebben jullie niet ontvangen als een woord van mensen, maar als een woord van God wat ook werkzaam is in u. Het is leven, het is geest, het is werkzaam. Jezus zegt, het woord van God is als een zaad. En elke keer als jij worstelt en strijdt en je neemt een belofte en je koestert daarover, je zegt, Heer, daar vertrouw ik op, dit is uw belofte, u gaat dit doen in mijn leven, zal het zijn als een zaad in jouw leven. En het zal vroeg of laat vrucht dragen. Als jij het zaad niet gebruikt wat God ons geeft in zijn woord, dan zal er ook geen vrucht zijn. En er is zoveel verkeerde vrucht, want we horen van alles op Facebook dit. En die vindt dat en die vindt dit. En we nemen het in ons op en het is slecht zaad. Maar dit woord, en vooral het woord van Christus, het woord van het evangelie, is goed zaad. En dat kan je vrijmaken. Jacobus zegt zelf ook dat we dat in ons geplante woord moeten koesteren, zegt hij, wat onze ziel kan behouden. Wauw. Genezen, helen, rust geven. Dat woord, dat kan je ziel veranderen. Het kan je doen wedergeboren worden. Het woord van God bouwt op. Het sterkt ons, het bemoedigt ons. En God wil dat we opnieuw die honger naar Gods woord. En dat is niet iets moeten, maar het is iets wat de Heilige Geest wil uitwerken in je hart. Dat je gaat leren leven bij iets wat objectieve, vaste waarheid is, zijn belofte. Wie Christus is, hij is het levende woord, zijn opstanding, wat hij zegt over u en mij. Nou, wat daarvoor nodig is, is soms ook dat woord van God gaat prikken in ons leven. En dat vinden we niet altijd leuk, scherpe dingen, maar we hebben dat nodig. Want het woord van God is levend en krachtig en moet soms scheiden wat van jouw ziel is, in jouw emoties en jouw eigen denkwereldje en wat van de geest is. De Bijbel zegt hier zelf dat het opvattingen en gedachten van het hart ontleedt. Het ontleedt ons. Het laat zien wie we werkelijk zijn, maar het laat ook zien wie hij is. En daar wil ik een beetje op ingaan, omdat je gaat begrijpen hoe dat woord van God werkt. En dat je niet bang moet zijn, soms van best scherpe dingen in de Bijbel. Maar God wil ons wakker maken. Hij wil dieper gaan in je leven. Hij wil alles wat dat verkeerde zaad is, hij wil daarbij komen. Hij wil dat goede zaad zaaien in je leven. Want Gods woord moet ons ontleden. Is niet alleen pappen en nat houden, maar moet gaan snijden in ons leven. Want dan zal het ook dieper gaan werken. Dan kan Gods geest ook dieper bij de diepere dingen van jouw hart. Want het probleem is dit, dat als God dat niet doet, dan kunnen we wel een soort christelijk leven hebben, maar wat geen vrucht draagt en eigenlijk niks om het lijf heeft. En we laten niet zozeer leven met een hoofdletter zien, maar we laten leven met een kleine letter zien. Ons eigen leventje wat een beetje christelijk is misschien. Maar God wil veel dieper gaan. Hij wil gaan snijden in je leven, opdat heel diep in je hart zijn leven zichtbaar gaat worden. En dat mogen we delen. En dat is wat de wereld nodig heeft.
Jacobus zegt ook dat we gewoon verkeerd kunnen bidden. Een beetje dat je het ons weegt, maar je bidt een beetje naar je eigen pijntjes en je eigen noden, van de aarde naar de hemel toe. Maar God wil dat we gaan leren bidden met autoriteit vanuit zijn beloftes in onze gebrokenheid. Hè? Vanuit de hemel naar de aarde. En daarom is het nodig dat we ontleed worden. We hebben vaak heel veel christelijke doedingetjes en dan zaaien we dit en zaaien we dat en er is geen vrucht. Want we doen wel heel veel christelijke dingen, maar doen we zijn werk. En dat is waar God dieper in moet komen. He, we kunnen het evangelie prediken, zegt Paulus, voor je eigen gewin. Kan ook nog, hè? Om er rijk aan te worden. He, je kan best door de Heilige Geest, tenminste door je eigen geest, mensen manipuleren om veel te geven. He, je kan verkeerd met goddelijke dingen omgaan. Kijk maar in de Korinthe-gemeente. Heel veel geestelijke gaven, maar ze gingen er vleeselijk mee om. En wat je dan ziet is dat eigenlijk het een bittere vrucht heeft. He, we gebruiken dingen van God voor ons eigen koninkrijkje. He, we kunnen een bediening hebben om onszelf te verhogen. Om groter te willen zijn. We kunnen een kerk bouwen om eigenlijk... Wat bouwen we? Onze kerk, zijn kerk. En hoe het werkt is eigenlijk dit. We bidden natuurlijk, iedereen kent het, onze Vader. Wie heeft dat nooit gebeden? Denkt de meeste van ons. Onze Vader die in de hemel is. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel. De hemel als ook op aarde. Gaat nog door, maar ik wil even hierbij blijven. En soms is het zo dan... Kom ik wel bij mensen en dan bidden ze snel het Onze Vader voor het eten. Dat is prima hoor. En dan voel je een beetje goed, want je hebt een christelijk ding gedaan. En daar ligt het gevaar. Dat we heel vaak een gebed bidden. En dan bidden we het Onze Vader met elkaar bij het avondmaal. En dan voelen we ons goed, want we hebben ons christelijk ding gedaan. En daarin ligt juist het gevaar. Want God wil helemaal niet dat je je alleen goed voelt omdat je een christelijk ding hebt gedaan. Maar dat je gaat nadenken, wat bid je nou eigenlijk? Wat bidden we nou eigenlijk? Uw koninkrijk komen. En dan wil je dat nou eigenlijk wel. Weet je, als we dat echt willen, betekent dat ons koninkrijk eraan gaat. Dat willen we helemaal niet. Want waarom zijn er zoveel kerkscheuringen? Daarom is er zoveel problemen in de gemeente. Dus waarom, ik heb heel lang op de Bijbelschool kerkgeschiedenis gegeven. Waarom zijn er zoveel scheuringen? Waarom is er zoveel ellende? Nou, omdat we dit wel bidden, maar helemaal niet willen. Want we strijden voor ons koninkrijkje, toch? Onze gemeente is de beste gemeente. En we gaan voor ons koninkrijkje. Dat is toch eigenlijk zo? Maar koninkrijk betekent eigenlijk, als ik dat echt bid, uw koninkrijk komen, betekent dat mijn koninkrijk eraan gaat. Maar koninkrijk betekent ook het rijk van de koning, of kingdom, domein of the king. Het eigendom van de koning. Wil je dat nou echt? Uw koninkrijk komen. We bidden dat wel. Maar dat betekent dat jij alles verliest wat je hebt. Je wordt het eigendom van de koning. Ik weet dat Otto de Bruyne wel eens vroeger zei van... Je moet een Nederlander nooit vragen, geef je hart aan de Heer Jezus, maar geef je portemonnee. Och, mijn portemonnee, mijn geld, het eigendom van de Heer worden. Maar we bieden het allemaal. Weet je wat belangrijk is in het koninkrijk van God? Zijn mening. Weet je God, dat God nooit mijn mening heeft gevraagd? Van Dick Pieterman, wat denk jij ervan? Hij heeft dat nooit gedaan. Maar waarom strijden we op het internet zo ontzettend voor onze mening? Voor en tegen, dit en dat. En als je ziet hoe we elkaar afmaken, schandalig. Terwijl de vreugde van de Heer is als wij één zijn. Als we één van hart zijn, één van geest. Maar onze mening, ons koninkrijk is zo belangrijk, onze mening. Iedereen moet het weten. Is het nou zo belangrijk? En willen we wel eens een keer helemaal gaan voor de mening van de koning? Nou, zijn mening is dat hij geen grotere blijdschap heeft dan dat jij in zijn waarheid wandelt. Paulus omschrijft het ook zo heel mooi. Hij zegt, maak mijn blijdschap volkomen, en dat is het hart van de Heer Jezus... Dus Jezus zegt eigenlijk, maak mijn blijdschap van komen, volkomen door één van hart te zijn, één van geest. Hij bad voor die eenheid,
deel je leven. Maar we delen ons leventje met een kleine L, onze mening, onze theologische mening. Maar delen we nou het leven van Christus? Dat is belangrijk. En in heel deze coronatijd, wat een verdeeldheid. Hoe kunnen we elkaar afslachten om onze mening? Terwijl de Heer zegt, kom tot berouw. We zouden ons dood moeten schamen wat we hebben laten zien als eenheid van de gemeente. Wat maakt ons nou één? Mijn mening? Man. En God moet daar dieper in werken. En we bidden dat allemaal zo mooi, maar begrijpen we dat het een tweesnijdend zwaard is. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. En is het niet zo dat we veel meer de weg willen gaan van ons eigen ik, waar we altijd kunnen genieten, waar het altijd makkelijk is, want ja, die weg van God is soms moeilijk en confronterend en brengt lijden. En eerlijk gezegd wil ik dat ook het beste. Dat ik gewoon mijn weg ga met God en God zegent me en zegent me en maakt me rijk en alles goed en alles genieten. Ja, ik wil dat God mij alle zegen geeft op mijn weg, in mijn wil. Dat zit heel diep in de mens. Maar wil ik buigen? Wil ik dat God dat een beetje knakt in mijn leven? En dat ik zeg, nee Heer, u wil. En soms betekent dat dat ik ook zelfs mijn christelijke wil niet kan doen. God heeft ons helemaal niet geroepen tot christelijke daden, weet u dat? Hij heeft je geroepen tot gehoorzaamheid. Klaar. En waarom moet iedereen de grootste willen zijn? Dat hadden de discipelen ook last van. Ze waren aan het discussiëren wie de grootste was op weg naar Jeruzalem, waar Jezus zijn leven zou geven voor ons allemaal. Maar wie is de grootste? En zelfs Johannes en Jacobus, die halen hun moeder er nog bij en die zeggen van, gaan we met Jezus praten, want wij willen aan zijn rechterhand zitten. Nou, natuurlijk ontploft Petrus en de andere discipelen ook, want hun hart was als ze ook de eerste wilden zijn. En we willen eigenlijk allemaal de eerste zijn, als we heel eerlijk zijn. En waar God ons wil brengen is een stuk oprechtheid en eerlijkheid. Maar God heeft besloten dat Jezus in alles de eerste zal zijn. En dan moeten wij onze kop buigen. En dat is iets wat we heel makkelijk mooi lezen en dan voel je je goed. Ik heb het onze vader gebeden, je man. God wil daar veel dieper in gaan snijden. Wil ik mijn koninkrijk opgeven, mijn wil, mijn mening, mijn geld, mijn eigendommen? Mag hij doen met mijn leven en mijn eigendommen wat hij wil? Dat is andere koffie. En dit is scherp, hè? Het woord van God is een tweesnijdend zwaard en moet ons ontleden. En weet je dat de Vader dat nooit doet om ons te beschuldigen? Nooit. Maar hij wil dat we heel eerlijk worden, oprechtheid noemt de Bijbel dat, om ons te brengen bij hem. Als er iemand tegen mij zegt, van, ja Dick Pieterman, mooi verhaal jij, van het is allemaal uit genade en zo. Maar in het Nieuwe Testament vind ik dat er heel wat moeilijkere dingen staan dan het Oude Testament. Oude Testament kon je vijand tenminste nog even, toch? Nieuwe Testament moet je vijand zegenen en lief hebben, man. Wie wil nou zijn vijand lief hebben? Als iemand jou echt onrecht doet, hoe reageer je? Ik heb ook de neiging om te zeggen, ik plak je achter het behang. Paulus zegt, waarom leid je niet liever onrecht? Waarom al die meningen op internet en dat gevecht met elkaar? Allemaal omdat we ons recht willen hebben. Mijn mening. Waarom leid je niet liever onrecht? Want God wil gewoon veel dieper komen. Jezus dreigde nooit. Hij wil gewoon dat we gaan zien van, Heer, we bakken er eigenlijk niet zoveel van, ik heb u nodig. Maar geldt dat niet voor alle dingen, alle opdracht in het Nieuwe Testament, doet alles zonder mopperen en klagen. Wie heeft er nog nooit geklaagd? Wat een klager zijn we. Klagen wat af hoor. Hey. Vooral als de voorganger het niet goed doet of de oudste of wat, we klagen wat af. Het is altijd wat, toch? Ja, maar weet je, God zegt dat niet om ons te veroordelen. Weet je waarom die dingen in de Bijbel staan? Niet zozeer dat wij het gaan proberen. Maar dat we tot een punt komen dat we zeggen, ik ben failliet, ik heb hem nodig. Alleen met hem kan ik dit. Daarom zegt Jezus ook, nou blijf nou lekker in mij zoals ik blijf in jou, want zelf bak je er niks van. Kan je wel proberen niet mopperen en klagen, maar je krijgt christelijk gedrag. Terwijl je hart wel blijft mopperen en klagen. En God wil dat je gewoon heel eerlijk wordt. Je noemt dat soms met de billen bloot. Maar
dat je heel eerlijk bent en zegt, Heer, eigenlijk ben ik een mopperkont. Maar u bent het niet. U moppert en klaagt nooit. Geef mij uw genade, geef mij uw kracht. Het is alle dingen van God, God is dat nooit bedoeld dat wij dat gaan proberen in een doedingetje. Maar God geeft zijn dingen in de Bijbel om te laten zien dat we zonder hem er niks van bakken. In het Nieuwe Testament ook, bid zonder ophouden. Wie doet dat? Kijken meer televisie dan de stille tijd, toch? Het gaat eerlijk, hè? God veroordeelt niet, hè? Maar God wil dat je heel eerlijk gaat worden. En dat je gewoon op een gegeven moment kan zeggen, Heer, ik heb op een diepere niveau heb ik u nodig. Want dat bidden zonder ophouden lukt voor geen meter. Dank in alles en voor alles. Heeft u vandaag al gedankt? In en voor alles heeft u gedankt voor de coronatijd? Heeft u gedankt voor de regering en ze gezegend? Ja, ik ben het er niet mee eens, maar pakken we vrijheid af en dan gaan we weer strijden. Wandel in de waarheid. Doe alleen maar wat de Bijbel zegt. Dat vind ik zo knap van Wim Hoddebach, hè, dat hij altijd gewoon de Bijbel laat spreken. Niet bokken, niet strijden tegen Rutte, niet vlaggen van onder de regels een anti of voor, maar bid nou voor die mensen. Zegen ze nou. Doe alleen maar wat de Bijbel zegt. En hou je mening voor je, hou je kritiek voor je, vooral op internet. Stop ermee. Doe nou alleen maar wat de waarheid zegt. God is blij als je in de waarheid wandelt. Wat zegt de Bijbel? Bid voor je overheid, wees er gehoorzaam. Klaar. Oh, maar de antichrist, en daarvoor heb ik het merkteken. Joh, het merkteken krijg je alleen maar als je eerst buigt voor het beest. En wij hebben gebogen voor de Heer Jezus, dat hoop ik tenminste. En als je buigt voor de Heer Jezus, krijg je het merkteken van het kruis op je voorhoofd. Hoef je nooit bang te zijn. Wandel in de waarheid. En ga niet mee met... Er zijn christenen geloven meer in complottheorieën dan in de raadsbesluiten van God. Zijn koninkrijk is toch een eeuwig koninkrijk? Uit hem, door hem en tot hem zijn toch alle dingen? Daniel zegt toch duidelijk dat zijn koninkrijk alle koninkrijken zal vernietigen op aarde? We zijn er toch nog lang niet? Waarvoor zijn we bang dat die aarde door ons toedoen kapot gaat? Handelingen zegt het zo, hè, dat Jezus nog terug moet komen voor het herstel van alle dingen. Dat is nog steeds niet gebeurd, hè? Maar hij komt, Maranatha. En laten we elkaar bemoedigen met dit woord. Door in die waarheid te wandelen, door daar krachtig in te zijn. Hè, maar we hebben allemaal die dingetjes. Hè. Je altijd verblijden bijvoorbeeld. Elkaar liefhebben met zijn liefde. Het zijn allemaal dingen die prachtige dingen zijn. Maar waar je niet mee komt in je eigen kracht. Het pusht ons allemaal tot relatie. Dat je tot een punt komt dat je zegt, Heer Jezus, ik wil het leren met u. Daarom zegt Jezus ook, ik heb jullie helemaal niet als wezen in deze wereld gestuurd. Ik heb je mijn Heilige Geest gegeven als de helper, als de trooster. En die Heilige Geest zal jou helpen. En maak de Heilige Geest tot je vriend. Ik zeg dat 's ochtends vaak, zeg ik, lieve Heilige Geest, je bent zo kostbaar. Je bent tot een eeuwigheid bij mij. Dank u wel dat u mij helpt vandaag. Gewoon die korte gebeden. Hem betrekken in alles wat je doet. Dan hoef je niet heel de dag te prevelen, maar wel gewoon met hem leven. En Gods woord wil ons doorgronden zo. En niet aanklagen, maar wel overtuigen. O Heer, ik heb u nodig. Daar wil hij ons brengen. Nog één tekst ook in Lucas 14, vers 33. Dat is ook zo'n enorme confronterende tekst. Waar Jezus dit zegt, zo zal dus niemand van u, die niet afstand doet van al wat hij heeft, mijn discipel kunnen zijn. Zo zal dus niemand van u, die niet afstand doet van al wat hij heeft, mijn discipel kunnen zijn. Heer, wees ons genadig. Wat strijden we voor onze eigendommen. Als er een kopje kapot valt en deuk in je wagen. Kijk, ik zeg niet dat je dat... Dat is irreëel, hè? Dat zijn vervelende dingen. Maar dit is wat Jezus zegt. En dat doet hij niet om ons te beschuldigen. Hij doet dit gewoon om te laten zien dat we naar het kruis moeten vluchten. Want er is maar één iemand
die eigenlijk afstand heeft gedaan van al wat hij had. Zijn goddelijkheid, zijn majesteit, zijn glorie. En waarom zegt Jezus die dingen tegen ons? Niet om jou onder schuld te brengen, dat je beter je best gaat doen, maar dat je gaat zien van, Heer, wat bent u wonderbaarlijk. U bent de enige geweest die alles afstand heeft gedaan van uw goddelijkheid, om mij deel te laten krijgen aan de goddelijke natuur. En die blik naar hem zal maken dat jij meer hierop gaat lijken. En dat je dat ook gaat willen. Het is niet in eigen kracht. En dat is ook, wat is eigenlijk de basis van geloof? Dat je je afhankelijk opstelt van de Here. Geloof is niet alleen dat God bestaat. In de Bijbel is geloof steunen op. Het heeft te maken dat je in een positie komt van afhankelijkheid. Want onafhankelijkheid, het zelf doen, is de wortel van de zondeval. En we zijn allemaal vreselijke christelijke doe-het-zelvers. Daarvoor houden we van de, hoe heet het ook alweer, de karwei en... Daar houden we van zulke. We zijn allemaal doe-het-zelvers. En we kunnen het ook allemaal zelf. We hebben toch ja, God nog een beetje nodig. De gemeente al helemaal niet meer. En verder doen we het allemaal zelf. En dat is de wortel van de zondeval. En je ziet in een goddeloze maatschappij dat dat ik-leven enorm opbloeit. En je hebt allemaal cursussen om je ik tot ontplooiing te brengen. Je oude mens op te lappen en zo. Maar dat doet God helemaal niet. God lapt mijn oude Dick Pieterman niet op. Die zegt dat is het kruis. Dan ben je met Christus gestorven. En zijn leven moet in mij komen. En dat heeft te maken dat in geloof wil God ons brengen. En hij wil ons pushen door zijn woord in een positie. Hij is het. En hij kan het alleen doen in mijn leven. Hij wil ons weer brengen in diepere afhankelijkheid van hem. Dat we eigenlijk niks meer verwachten van ons proberen, maar alles van hem. En we zijn gemaakt uit hem, door hem en tot hem. En God wil daar ons brengen. Ik las pas een quote in een dagboekje. En die sprak me erg aan. Die zal ik even lezen. En die man die zei, Gods genade wil ons verlossen van de ondraaglijke last van het zelfgecreëerde christelijk leven. Gods genade wil ons verlossen van de ondraaglijke last van het zelfgecreëerde christelijke leven. Gaat het goed met u? Ja, alles goed met Jezus. Alles goed. Oh ja? Hoe gaat het in je hart? God wil daar doorheen prikken. Dat christelijke doeldingetje. Het zelfgecreëerde christelijk leven. Het wordt een ondraaglijke last. Want je bent niet helemaal jezelf. Eigenlijk heb je opstand in je hart. Is er angst in je hart? Is er nog vrees in je hart? Wil je dingen onder controle houden? Ben je aan het strijden voor je eigen mening? En Gods woord wil dat ontleden. Dat je zegt, ja Heer, ik probeer zo ontzettend veel. En het loopt eigenlijk, het werkt voor geen meter. Weet je, de term werken der wet, hè? Door werken der wet wordt nooit iemand rechtvaardig voor God. Kan nooit iemand voor God staan. In de Engelse vertaling is dat zo mooi vertaald ook met self-effort. Zelfinspanning. Proberen. En God wil niet dat je probeert. Maar dat je ophoudt met proberen en gaat vertrouwen dat hij het wil doen. Paulus omschrijft dat zo mooi in Romeinen 4 vers 5 zegt hij, en dat is uit het boek is dat, dat is een vrije vertaling. Als iemand zich echter, zonder werken der wet staat er in onze vertaling, maar hier staat er dan. Als iemand zich echter zonder eigen inspanning, zonder proberen, zich toevertrouwt aan God, dat is geloof, afhankelijk worden, die de goddeloze vrijspreekt. Dus wat wil God is dat jij heel eerlijk gaat worden, dat jij als christen ook soms wel christelijk gedrag hebt, maar goddeloos bent. Omdat je heel veel christelijke dingen doet zonder God. Dat is goddeloos. En God zegt dat niet om je te beschuldigen, maar God zegt dat jij heel eerlijk wordt. Dat jij zegt, ja, eigenlijk doe ik best wel heel veel dingen zonder u, maar wilt u mij leren? U heeft het voorbeeld gegeven. En niet eigen inspanning, maar dat je gaat vertrouwen. Hij die de goddeloze vrij spreekt, verklaart hem onschuldig, rechtvaardig op grond van zijn vertrouwen in hem. Dus daar wil God je brengen. Elke keer dat vertrouwen op hem, dan zegt God, weet je, je vertrouwt op mijn zoon en voor mij ben je rechtvaardig. Ben je helemaal aanvaard. En kom maar eerlijk,
Kom maar eerlijk met jouw zwakheden bij die troon van genade. En je zal merken, er is geen veroordeling, er is genade om hulp en steun te krijgen bij mij. En dat is zo mooi in die tekst ook van Hebreeën. Die eindigt dan best heel moeilijk, hè? Het woord van God snijdt in je leven. En ik hoop dat het vandaag een beetje heeft gesneden in jou. En dan staat er zo dat alles is onverhuld en volkomen zichtbaar voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap moeten afleggen. Wij moeten rekenschap afleggen aan een heilig God. Kan je dat? Als ik erover nadenk, denk ik van ja, ik kan wel mooi preken en allemaal mooie dingen, maar hoeveel eigenbelang zit er nog in? Hoeven we ook niet te weten. Maar ik denk dat hier Gods woord ons pusht tot een faillissement. Niemand van ons kan uit zichzelf rekenschap geven aan God. Helemaal niemand. Niemand rechtvaardig, ook niet één. Je hebt geen poot om op te staan. Maar wat is dan wel de basis? En dat is zo mooi wat de Heilige Geest dan doet. Daar wij zo'n grote hoge priester hebben. Begrijp je? Dat is dat woord van God snijdt en dat snijdt om je daar te brengen, bij dat kruis. We hebben een hoge priester die de hemel is doorgegaan. En hij heeft het bloed gebracht bij de Vader. En heeft ons een eeuwige verlossing verworven. Halleluja. Een eeuwige verlossing. Dus wat doet dat woord van God? Ja, inderdaad, ik kan niet. Zo zal dus niemand van u die niet afstand doet van al wat hij heeft mijn discipel kunnen zijn. Oh Heer, ik ben gedisqualificeerd. Dat moet ik erkennen. Maar hij kwalificeert mij. Door zijn bloed. En laat dat de basis zijn van je geloofsleven. Elke keer weer opnieuw. Waarom kan hij volkomen behouden wie door hem gaat tot God? Omdat hij altijd leeft om voor je te bidden. Hij is de hemel doorgegaan. En er staat zo mooi in het Hebreeuws ook, of in het Grieks, daar wij nu zo'n grote mega hoge priester hebben. Mega hoge priester hebben we. En er staat niet dat hij nog wat moet doen, maar we hebben een hoge priester. En God wil dat je wakker wordt, dat we die hoge priester hebben. Hou aan die belijdenis vast. Niet aan allerlei complottheorieën en toestanden wat mensen vinden. We hebben een hoge priester die voor ons bidt en pleit. En hij komt terug voor het herstel van alle dingen. Laten we aan die belijdenis vasthouden. Want we hebben een hoge priester. En we hebben geen hoge priester die niet kan meevoelen. We hebben een hoge priester die kan meevoelen met je zwakheden. En hij wil je vrijmoedigheid geven. En dat heb je niet door jouw prestatie, door jouw zelfgecreëerd christelijk leven. Die vrijmoedigheid heb je door het bloed van het kruis. En de Bijbel moedigt ons aan om die vrijmoedigheid te pakken. En elke keer als je ergens vastloopt, dat je komt bij een troon van de genade. Een troon van genade. En dat je daar hulp krijgt en in elke nood. Deel je leven. Laten we dat leven delen. Ik was aan het begin van die coronacrisis, zat ik op de fiets en toen waren allemaal mensen aan het discussiëren natuurlijk, van allemaal regels en dit en antichrist en allerlei toestanden, heel veel verwarring. En zei ik van, Heer, wat zou u nou zeggen, wat zou Paulus nou zeggen? En toen hoorde ik gewoon in mijn geest, ik heb besloten niets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Ik denk, ik heb het er helemaal mee gehad, al die discussies. Ik wil één ding doen, hem brengen die gekruisigd is. En laten we dat leven delen aan de mensen. Want er is hoop, man. En we moeten wat doen aan milieuverontreiniging. Dat is allemaal waar. Maar de aarde gaat niet kapot door CO2. De aarde zal hersteld worden door Jezus Christus. Dat is ons geloof. En hij komt terug, Maranatha, voor het herstel van alle dingen. Amen. Amen. Ik zal bidden. Heer, we willen eerlijk zijn naar u. Staan wij voor u. Ik wil zo bidden dat uw woord diep zal snijden in ieder van ons. Dat we niet een soort zelfgecreëerd christelijk leven hebben waar we ons fijn bij voelen. Net zoals die gemeente in Laodicea van we zijn rijk, we hebben alles, we hebben een mooi gebouw. Maar u stond buiten de deur van de kerk en u klopt op de deur, mag ik binnenkomen? Heer, en dat is wat het probleem is, allemaal zelfgecreëerd christelijke dingen. Maar u zegt, mag ik het doen? En dat zegt hij ook in ieders hart van ons, mag ik het doen in jouw leven? Je probeert veel te veel
beter te worden, heilig te worden, geduldig te zijn. Maar ik heb nooit gewild dat je dat zonder mij zou doen. Mag ik het doen? Mag ik wonen in jouw leven? Je mag deel krijgen aan mij. Ik bid, Heer, dat u onze ogen opent voor die dingen. Geef ons ogenzalf, Heer. Dat we dingen zullen zien, de geestelijke waarheid in Christus. Heer, dat u ons witte klederen geeft. Gewoon door de kracht van uw bloed. Wat ons recht geeft om altijd bij u binnen te lopen, bij een troon van genade. Het is de kracht van het bloed van Christus. Openbaar het opnieuw aan uw kinderen, Heer. Dat we ophouden met onze mening en onze koninkrijkjes en onze willen en onze uitleg. Maar dat we krachtig zullen zijn om het evangelie te brengen. Jezus Christus en die gekruisigd. Hij heeft alles overgegeven. Hij heeft zijn goddelijkheid afgelegd om ons nieuw leven te geven. Heer, zo bid ik voor die geest van openbaring over uw kinderen. Heer, dank u wel voor uw woord wat zo eenvoudig is. En help ons als een kind dat te ontvangen. En met u daarmee aan de slag te gaan. En medewerkers Gods te zijn. Om uw leven te delen in deze wereld. Amen. Dank jullie wel. Ik heb voor degenen die mijn boekjes nog niet hebben, heb ik wat boekjes meegenomen. Ik heb een boekje geschreven over genade, Gods mooiste woord. Mijn getuigenis en korte studies. En ook een heel mooi boekje over Rut. Ook een parel van Gods genade. Hoe God daar blij mee is als jij schuilt onder zijn vleugels. En als je echt komt tot die troon van genade op basis van het bloed van Christus. Een fijne zondag. Ik nodig heb, hij brengt mij tot rust en hij geeft nieuwe kracht. Hij leidt mij steeds verder op de juiste weg die ik moet gaan. De Ik weet dat u mij bij zult.
En zo onder de indruk van je woord, ik vergeet gewoon de microfoon. Bedankt voor het woord dat je gebracht hebt. En ik moest zo denken van dat ik vandaag misschien eens voor de spiegel ga staan. En dan mezelf kijk en dan bid, Heer, uw koninkrijk komen. En wat doet dat met je? Wat roept het op? Maar toen ik dat dacht ik van, hey, misschien is het ook wel heel goed om deze dienst af te sluiten. Om met elkaar het gebed van Jezus Christus ons geleerd heeft op te noemen. Om dat uit te bidden. En dan niet zomaar te bidden als een christelijk dingetje. Zo, hè, maar om het bidden echt met het verlangen dat Gods wil in ons leven ook mag worden gedaan. Dus ik wil jullie vragen om op te gaan staan. En dan zullen we samen dit gebed opnoemen. En toen zei Jezus, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij onze schuldenaren vergeven. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Amen. Oké, ik zal de dienst afsluiten met een zegen. Als het bij het slotlied, dan mogen jullie je liefdegaven naar voren brengen. Die kistjes die staan hier. Er zit ook zo'n giftding in, dus met je smartphone kun je ook geven of een machtiging invullen. En ik zal de zegen uitspreken. En ik zegen jullie met de kracht van de Heilige Geest, opdat Hij jullie zal helpen alle uitdagingen van de komende week aan te gaan. En dat je daarin ook getuige kunt zijn van Gods grote liefde. In de naam van Jezus Christus. Amen. Al gaat mijn weg door een diep dal van duisternis heen. Uw liefde drijft de angst uit in mij. Ook al loop ik vast, overvallen door een hevige storm. Ik keer niet om, want u bent nabij. En ik vrees geen gevaren. Met mijn God steeds aan mijn zij, voor wie zou ik nog vrezen? Hij is toch bij mij, Hij is toch bij mij. Nooit meer, nooit meer alleen, loop ik door de stormen heen. Mij nooit meer alleen.
Na de dienst, dan staan daar ook gebedsteams klaar. Dus mocht je gebed nodig hebben naar aanleiding wat er vanochtend is gesproken of om andere redenen, dan ga naar deze mensen toe. Die staan klaar om voor je te bidden. Van Kido moet ik zeggen, bedankt voor het kijken. Maar ook namens mij hoor, van harte.